Goedemorgen, het is dag 4 hier in Erbil. We staan klaar met het hele team om het nog één keer te kunnen proberen. Dus ik hoop dat we met de instrumenten tot in Mosul geraken, want dat is de bedoeling, daarvoor zijn we hier. Controlepost 1 was een succes, Rudy, toch? Ongelooflijk. Duizenden vrachtwagens. We staan volledig stil. Controlepost 2 is dus nog niet helemaal een succes. Oh, what's the issue? The situation is, you see, it's so crowded. We try to find any possible way that we can pass through, but you see... Oh, full. It's full. Hello, Nabil. Hello. How are you? Fine. We made it. 3 checkpoints. We're in Iraq now. We're on the way. All right, man. Derde keer, goede keer. We zijn er maar net bij het gloednieuwe gebouw, dus de gloednieuwe muziekschool. Dus dit is een nieuw gebouw, sinds vandaag pas in gebruik. Het is prachtig om te zien. Deze mensen hier, het zijn allemaal muzikanten van hier in Mosul. En die werden jarenlang, mochten ze geen muziek spelen. De muziekschool werd volledig plat gegooid. Ook muziekcassettes, instrumenten werden vernietigd. Dus die mensen hadden niks meer. Er zitten van alle soorten talenten tussen. Pianisten, violisten, mensen die ook traditionele instrumenten bespelen. En we gaan het dus allemaal zo meteen zien wat ze kunnen. Assalamu alaikum. We zijn nog steeds dus in de muziekschool. Het prachtige event is gebeurd. Hè. De instrumenten vanuit België die zijn samen met team Rudy Franks overhandigd aan alle artiesten en muzikanten hier. En twee van die muzikanten die staan bij mij, dat is Hakam en Khalid. Het zijn twee hele grote artiesten. Maar de realiteit is natuurlijk dat dit land, ook al zien we hier alleen maar blije gezichten en die jongens die zien er ook helemaal fresh en goed uit, maar dit land heeft geleden. Het is een mortelschel. Een mortier? Mortier. But a big size. Okay. It was like locally made by ISIS. This one, it's invented by ISIS. It was like, there was no size. Yeah. Globally, there was no like mortelschel on this size. So dat is de kogelgaten in this, de... This window is hit by bullets. Every house, every family at Mosul, at least lost one person. At least. Oh my I God. I lost my uncle. Oh my God. At least, I lost my best friend. At least, every family lost one person. Crazy. Ik moet wel eerlijk zeggen, het is een ongelooflijk dubbel gevoel. Enerzijds ben je ongelooflijk blij dat die mensen zo blij zijn met hun nieuwe aanwinsten. Maar aan de andere kant, ik heb verhalen gehoord van jonge mensen daar, jonge muzikanten, jonge artiesten. Die de afgelopen 3 jaar enorm hebben afgezien. Ik ben er, ik heb er geen woorden voor, maar in elk geval, de music heeft gesproken vandaag. En dat is alles wat telt. Uh-huh.